Goedemorgen, kijk naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. Boven het noordwesten van Duitsland zien we nog de restanten van de zware buien die wij afgelopen nacht hadden. Boven Nederland is de meeste bewolking weg en dus hebben we opnieuw een dag met volop zonneschijn. Temperaturen gaan weer rap omhoog, halverwege de ochtend is het al 22 tot 27 graden. En vanmiddag loopt de temperatuur dan op tot rond de 30 à 32 graden in het binnenland... En op de stranden wordt het ongeveer 25 graden. Maait een zwak briesje en op de stranden waait die vanuit zee, dus die brengt enige verkoeling. Ook vanavond blijft het nog lang fraai weer en de kans op een buis ook nog zeer klein. Halverwege de avond, dus nog hoge temperaturen van 23 tot 30 graden, maar liefst. Maar komende nacht kunnen er wel buien vallen. En ook morgenochtend trekken de enkele buien over het land. Daarna gaat de zon geregeld schijnen en wordt het zo warm als we hier op de kaart zien: plaatselijk 36, 37 graden. En in de namiddag en avond neemt de kans op regen-om regenonweer dan opnieuw toe. Zondag ook de grootste kans op buien vroeg in de ochtend en later op de dag. En de rest van de dag dus geregeld zon: 23 tot 28 graden. En maandag en dinsdag houdt de hittegolf aan, maar de 30 graden halen we waarschijnlijk net niet. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.